Bijna 2 jaar na de moord op Peter de Vries is het doek nog niet gevallen voor de mokromafia. En dat betekent een nieuw seizoen van de jacht op de mokromafia met schokkende nieuwe onthullingen over de aanslag op Peter. John van Heuvel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het doek is nog niet gevallen voor de mokromafia. Frustreert jou dat? Ja, eigenlijk wel. En ik moet eerlijk zeggen, toen we aan deze nieuwe serie begonnen, deden we het eigenlijk een beetje met, ik wil niet zeggen met tegenzin, maar we hadden toch zoiets van, wanneer stopt dit eens een keer? Maar we moeten het ook laten zien wat er gebeurt. En veel mensen denken van, of dachten misschien na de moord op Peter en de arrestaties daarna, dat het voorbij zou zijn. Maar dat is helaas nog niet het geval. Dus we hebben toch maar besloten om een 4e serie te maken. En die verschijnt dan vandaag. En dan laten we zien hoe intensief die hele jacht is op die kopstukken. Ja. Maar ook wat voor lange adem je moet hebben om uiteindelijk die kopstukken achter de tralies te krijgen. Hoe kan het dat nog niet gebeurd is, John? Wat is het grootste probleem? Het grote probleem is denk ik dat zij zo internationaal werken, dat er dus een enorme zoektocht moet plaatsvinden voor je die mensen allemaal hebt gevonden waar ze dan precies verblijven. Je hebt mensen als Rafael Imperiale, een berucht maffia-kopstuk. Boris Popovic was dan een Bosnier, opgegroeid in Nederland, die na de moord die na de arrestatie van Taghi ook gewoon door bleef gaan. Je hebt er nog mensen in Zuid-Amerika zitten. Dus je moet eigenlijk een wereldwijde klopjacht organiseren. Omdat die mokromafia een soort multinational is. Die werken over de hele wereld. Ja, en het is ook zo ingewikkeld, want de misdaden hebben ze natuurlijk niet alleen maar in Nederland begaan, maar ook in het buitenland. Waar brecht je ze dan? Nou ja, de verdenkingen tegen deze mensen liggen wel in Nederland. Het klopt dat ze ook dus internationale cocaïnehandel uitvoeren. Dus dan zou je ze ook in andere landen kunnen berechten. Maar Nederland streeft er toch heel erg naar om ze gewoon hier naartoe te halen en ze hier te berechten. En, ja. Kijk, het is eigenlijk wel terecht wat je zegt. Want je zou er ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld zo'n Taghi of zo'n Razouki uit te leveren aan Marokko, waar ze ook nog terecht moeten staan. Maar de keuze is gemaakt om ze hier proberen achter de tralies te krijgen. Met alle gevolgen overigens van dien. Want een tweede probleem wat we ook schetsen is dat ze van achter die tralies, zelfs vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught, gewoon soms doorgaan met het plegen van misdrijven en bijvoorbeeld het geven van opdrachten tot moorden. Ja. Hoe kan dat dan? Want is het Nederlandse systeem dan lekker of zijn zij zo goed? Wij zijn nogal naïef als het gaat met het omgaan van hele zware kopstukken uit de georganiseerde misdaad. Ja. En wij denken, als we ze hebben opgesloten, bijvoorbeeld in zo'n EBI, dat daarmee het lek gedicht is. En dat ze dus voor de duur van tientallen jaren, soms levenslang, niks meer zullen uitvreten. Maar dat is echt een utopie. Deze mensen denken niet echt aan resocialisatie. En die willen gewoon doorgaan. Ook van achter de tralies, met het verdienen van heel veel geld. En het liefst met cocaïnehandel. Ja, de bedreigingen rond Amalia, komen die nou ook uit deze hoek? Ook van Taghi? Ja. Ja? Ja, dat is wel de verdenking. En ik moet overigens wel erbij zeggen dat voor die bedreiging van Amalia nog steeds niemand is opgepakt. Dus je moet heel voorzichtig zijn met het wijzen naar een bepaalde groep. Maar laat ik het zo zeggen, de aanwijzingen dat dit komt uit de georganiseerde misdaad in relatie tot de mokromafia, die zijn wel heel sterk. En dat is ook de reden dat zij nog steeds beveiligd worden. Ja, het vorige seizoen eindigde met de moord op jouw collega, Peter de Vries. Die heb jij natuurlijk ook goed gekend. Heb je ook getwijfeld om die serie te maken? Of werkt het juist wel therapeutisch voor je ergens? Dat is een goede. Therapeutisch, nee, dat zo zou ik het niet willen benoemen. Ik voel echt, en met mij het hele team, dat deze serie nu al bijna voor de 20e keer maakt. Of de aflevering, hè. Het zijn er meer dan 20. Voelen we een soort van, dat klinkt misschien pathetisch, maar zo is het wel, een soort van journalistieke plicht om dit te maken. Ik zou liever andere programma's maken, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar we hadden na de moord op Peter wel zoiets. We moeten hier nu wel mee doorgaan, want daar is het niet mee geëindigd. En ik laat in de serie, in aflevering 3, laat ik iemand aan het woord die voor het eerst de naam Taghi noemde, dat is Ibrahim Bouzou, alias de Slager. Die liep in 2015 als eerste in een politiebureau binnen om te zeggen wat er aan de hand was. Ik heb veel contact met hem gehad, ook na de moord op Peter. Die gesprekken die laat ik ook horen die ik met hem heb gehad. En een ruim een jaar later, na die gesprekken, werd hij in Spanje vermoord. Ja. Dus het laat ook zien dat het gewoon nog steeds door blijft gaan. En dat
toch alleszins rechtvaardig is om daar enige journalistieke aandacht aan te besteden. Ja. Maar eerlijk gezegd zou ik liever ook wel andere programma's maken. Ja, ja, programma's Ik hou van Holland bijvoorbeeld. Misschien presenteer ik. Maar nee, helemaal de andere kant op. Maar wij zijn heel blij dat jij het doet in ieder geval. Ja, dat zeker. Ja, dat moeten we ook zeggen. Ja. Dat, ja. Het vierde seizoen van De Jacht op de Mokromafia is vanaf nu te zien op Videoland. Misdaadjournalist John van de Heuvel. Dankjewel voor je tijd en succes. Graag gedaan, jongens. Hoi, hoi.